Dames, 200 meter rugslag. De topbaan 1, WS Twente, Carlijn Hansteen. Op baan 2 van de VFF, Nikar Heidelberg Lift, Katie Keubel. Op baan 3 voor Trivia, Marieke Dienstra. Op baan 4 voor de Dolfijn, Tessa Vermeulen. Op baan 5 voor PSV, Indy Jongman. Op baan 6 voor de SV Kijnhuizen, Barbara Schaal. Op baan 7, Lane 7, Filmgemeinschaft Dortmund, Kim Christine Kruger. En op baan 8 voor de SG Frankfurt, Nele Sandman. Dit is de finale bij de dames. 200 meter rugslag. Take your marks. Dames en heren, we vinden het fijn dat u allemaal bij ons bent. De tribune is mooi bevolkt, maar we vragen u even om een klein beetje dichter bij elkaar te gaan zitten, zodat iedereen ook op de tribune plaats kan nemen. Dus de temperatuur is ernaar, zoals u weet, om gezellig wat dichter bij elkaar te gaan zitten, zodat iedereen ook een plekje op de tribune kan bemachtigen. We zijn bezig met de finale 200 meter rugslag bij de dames. De snelste geplaatste was Tessa Vermeulen. Ze ligt in de gele lijnen bij baan 4. Eerder als vijfde op de 50 meter, maar gaat dan nu toch nipt aan de leiding. Op het keerpunt keert ze in 1:06:43. Ja, dat is dan nu de snelste tijd deze finale, maar daar komen de andere dames heel bij in de buurt hoor. Dienstra in baan 3 bijvoorbeeld, 1:06:55, 12,5 seconde verschil slechts met Tessa Vermeulen. Baan 5, die jongman die daar nu ook ver naar voren zwemt en naast deze dames ligt. Het gaat relatief gelijk op. Baan 6 zien we nog wat gebeuren. Barbara Schaal keerde als derde op 100 meter. Het gaat nu als vierde keren. Er zit wel ietsje tussen. Kip 150 meter. En zo gaan we naar de finish op deze afstand. De dames liggen dicht bij elkaar. Het armtempo van Jongman gaat wat omhoog. En Vermeulen ziet dat gebeuren. Zo gaan de dames 25 meter te gaan nog. Hier Jongman nu langzaam naast Vermeulen. En dan wordt het een spannende laatste 15 meter. Armtempo nagenoeg gelijk van de beide dames. En een nipte voorsprong is er voor Jongman in baan nummer 5. Gaat ze hier dan als eerste aantikken. Kijk daar ook Dienstra snel dichterbij komen op het aantikken in de finish. Is het gelijk Vermeulen en Jongman. 2:15:11. Dat hebben we dit toernooi nog niet meegemaakt. Winst ex aequo. We kijken naar de officiële uitslag. Het is allemaal goed gegaan. Dames en heren, uw applaus voor Tessa Vermeulen en Indy Jongman. Twee winnaressen op de 200 meter rugslag. En dames en heren, dan hebben we nog één afstand zometeen te gaan. En dat is die van de 50 meter vrije slag. Vier finales nog. Twee parazwemmers, twee valide. En dan is het einde weer van Swim Cup The Hague, de editie 2019.
En is het zwemgeweld hier nog niet afgelopen, want daarna de Minioren Cup die hier gehouden wordt in het Hofpad in Den Haag. Twee dames dus, twee prijzen. De dames gaan bij elkaar staan. Ze krijgen een hand namens de organisatie. En dan uw applaus voor Tessa Vermeulen en Indy Jongma. Dankjewel dames voor deze spannende 200 meter rugslag.